Hallo dames en heren, koekjes en peren. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon, nummer 14. En vorige keer was Roby gepeerd, maar nu is ze er wel weer bij, toch Roby? Ja. En na het intro gaan we verder aan de boomstam attractie. Tot na het intro! Oké, people, let's go to work. Roby. Ja? Je raadt nooit wat ik heb gedaan. Nou? Ik ben begonnen aan de bouw van aan de boomstamattractie. Nee. Echt waar. En Het lijkt me gaaf als wij het thema ook een beetje, ja, shun maken. Oké. En waar denk je aan bij een boomstamattractie, Roy? Weet niet. Wat voor thema kunnen wij überhaupt maken? Ik ga gewoon eens even kijken. We kunnen er een beetje een space van maken. Maar ik weet niet of dat erbij past. Dus een beetje een... Ja. Nee, ik denk niet dat erbij past, hè? Waterattractie. Nee, totaal niet. Ik weet wel dat ik wel de layout alvast kan maken. En dat ga ik nu dus in één keer doen. Thematisering kost heel veel tijd, ik weet het. Ik kan de bootjes vast laten testen. Dan kunnen jullie kijken hoe het gaat. Nou, het wordt dus een dark ride, een gedeelte. Ik hoop niet dat het een saaie dark ride wordt, want ik ga hem zo leuk mogelijk maken. Je krijgt een beginstuk, dan ga je dus onder de grond. En dan daarna ga je dus een, boven de grond. Maar je wordt dus binnenin, word je al toegetakeld. Dan kom je dus uit een tunnel. En als je boven bent, ga je dus keihard naar beneden. Dat is een beetje de bedoeling van deze... Vraag me niet waarom ik dit doe, maar volgens mij is het ontzettend leuk. Ik vind het wel iets unieks hebben dit. Eén daling en een stuk dark ride gedeelte. Ik vind het leuk. Oh. Oké, dit wordt de layout. Een ontzettend aparte layout. Want ja, hij is zeg maar heel compact en klein. Maar als we dit gaan aankleden, zou dit nog wel een ontzettend gaaf attractie kunnen worden. De thematisatie. Wat kunnen wij gaan doen? Ik denk zelf eerst aan een jungle thema setting. Is dat een leuk idee? Mm-hmm. Ja, vind ik ook. Sorry. Maakt niet uit. Dus dan wat we dan aankruisen is de... we hebben hier de Paradijseiland en Safari en Prehistoric. Dus ik ga deze gebruiken voor deze attractie. Safari is heel erg leuk, staat heel leuk bij deze attractie. Maar dan denk ik ook gelijk aan van die bamboehuisjes inderdaad. Dus dat is een hele leuke setting. Ik heb daar heel erg zin in. Jij ook? Kijk, mooi. Het is in, hè? Niks. Oké. Dan maken we decorstukken. En dat houdt in dat we dus decorstukken maken. En dat houdt dus weer in dat we decorstukken maken. Ja, dat... Wat is er nou? Ja, nee, oké. Vind je dat erg? That's okay. It's okay. It's okay. Oké, dan gebruiken we daken. En Roby, wat voor daken zitten er op rimboedaken? Rimboedaken? Ja, Roze? Nee, rimboedaken natuurlijk. Ze plaatsen een aantal rimboedaken op die daken. En weet je van wat voor spul dat is gemaakt, die daken? Rimboe? Suikerriet. Wat bamboe. Is er? Bamboe. Bamboe, ja, dat is toch suikerriet? Weet ik niet. Is dat en zo? Nou iets heel stoms. Weet ik niet. Je hebt toch verschillende, heb je? Ik weet niet. Jij moet het weten. Waarom moet ik het wel weten? Dat weet ik veel. Oké. Ik ruik echt serieus saté en als we dat gaan eten dadelijk... Oh, lekker. Ik vind dat lekker saté. Oké, we gaan dit huisje ook niet helemaal inrichten, want dat is onnodig. Je gaat er met een noodgang voorbij. Dus het is ook heel raar om dit helemaal compleet in te richten. Wat ik wel ga doen is van die...
Even kijken, waar stond het nou net? Van die bamboepalen. Dat vind ik wel leuk om neer te zetten. Zo. Je komt natuurlijk binnenin een grot. En dan wil ik je van die rotsen plaatsen. Dus wat we dan eerder hadden gedaan. Met die rotsen. Even kijken waar die rotsen staan. Er wonen twee rotsen. Hier met een oude jas. Je hebt hier namelijk ook de Dasmatse Instant Jungle. En die kan je dus overal plaatsen, die bomen. Dat is echt fantastisch gaaf gedaan. Wat is dit nou, joh? Is dat... Oh, dat zijn allemaal verschillende bomen bij elkaar. Dus overal kan je die plaatsen, maar dan moet het een heel... Oh ja, en dan maak ik de muren. Oh, dit wordt fantastisch, Roby. Ja, ik heb al heel leuke ideetjes voor dit. Ja. Ziet wel terug in de video. Ja, maar je kan het ook gewoon terugzien in de video, Roby. Daar ga ik gewoon voor zorgen dat je dat gewoon ziet. Tussen? Nou, dankjewel. Roby, je benoemt me even tot aap, jongens. Dat heb ik even live in de video gehoord. Maar dat ben je ook gewoon. Maar... Ik kan het spelen, ja. Of ik het ben, weet ik het niet. Je bent een aapje. Oké. Okay. Nou, bedankt voor dit compliment. Ik ga zwarte muren pakken. Zwarte muren, dat gebruiken we voor een dark ride effect. Ja, en die zitten bij, even kijken, J-Cuts. Een van deze zit hier bij. Het zou deze kunnen zijn. En dat zou je dan net zien dat het die niet is. Dan kan het Screenwork zijn. Wat ik bijna denk dat hij daar wel in zit. Maar daar zit hij dus ook niet in. Dan zouden we dus moeten kijken bij, als ik doorscroll naar Spaceworks. En daar kan wel een zwarte sterrenhemel bij zitten. Dus dan gebruik ik die liever dan dat we helemaal niks gebruiken. En dat is namelijk deze Star Megawall. Ja, dus we gebruiken een beetje deze stijl. Ik ga eens even kijken of ik dit erachter kan plakken. Zo, hier komt die te staan. Hier plaatsen wij die dingen. Zo. Kijk, dit moet natuurlijk wel hoog. Dus wat we nou doen is, we gaan een laagje maken. Een extra laagje. En die gaat door tot aan die steen. Dus we bouwen gewoon door die steen heen eigenlijk. Ziet er wel misschien raar uit, maar van binnenkant wordt het eigenlijk wel heel vet. Kuski pruski. Kijk, dit is onze muur. Dit is onze Ik kan het ook een beetje de scheidingsmuur noemen, hè, Roby? Scheidingsmuur? Ja, dat is een muur die scheidt. Oké. Makes sense. Ja, toch? Ja, ja, ja. Praat niet alleen maar onzin, Roby. Nee, tuurlijk niet. Nou kijk, we hebben een beetje een muur. Dat ziet er gaaf uit, Roby. Dat ziet er heel gaaf uit. Je gaat het dadelijk zien. Nou ja, ja, ooit. Ja. Zo. We plaatsen eerst even op de grond. Plaatsen een paar van die dingen die je toch haast niet ziet. Een klein randje. Voilà. Zo, we bouwen nu een soort van donkere kamer. Daar kom je in als eerste. Dat is de eerste scène. En dat is dus al dat je al een beetje in een donkere planeet zit in de Rimboe, hè? Oké. We hebben niet echt een verhaal in deze... In deze attractie. Nee, wanneer wel? Nou ja, dat proberen we toch altijd wel te doen. Oh ja. Ga niet zeuren. Nou, ja, niet. Ik ruik saté, ik weet wat we gaan eten. We gaan heerlijke... Wil je het weten? Of krijg je dan druipsel in je mond? Van oh, nee, damn, echt, dit is echt heel lekker. Weet je wat, ik ga al die muren vast eerst doen. Dan hoeven we dat niet meer te gebruiken. Misschien wel een heel goed idee. Dan maken we dadelijk een dak erop. Oké. Ja, want anders maar moet wat ga je dan eten? Aardappeltjes. Gebakken aardappeltjes. Oké. Okay. Ja. En bij die gebakken aardappeltjes komt een kipje. Met saté. Met saté natuurlijk. Je kan het ook kip saté noemen op zich als je wil. Hoeft niet. Mag. Oké. Okay. Oké, ik trek deze lijn gewoon door, jongens. Gewoon zo. En dan komt daar gewoon een plateautje met allemaal zooi. Zo. En dat sluit af met als je de toren ingaat. Dus we moeten ook een decor hebben voor de toren. Doen we dus hier plaatsen.
En plaatsen we hier. Dit is altijd het lastige gedoe. Jij weet dat, hè, Roy, van rollercoaster. Het plaatsen van die muren, daken. Dat is zo. Dat is echt, echt, dat wil je niet. Dat is echt een vreselijk iets. Maar aan jou lukt het nog wel om mooie huizen te maken. Maar mij echt het al niet. Het is ook niet moeilijk, joh. Het is niet, je hebt muren nodig en daken. En daarin maak je raampjes. Ja, maar... Nee. Dat doe ik. En dan, niks te maren. Dan ziet ze niet uit. Je hebt niks te maren. Follow your heart, Roey. Volg je hart betekent dat. Oké, okay, yes. Oh. Wow. Zeg ik altijd, hè? No shit, Sherlock. Nou. Echt hoor, aap. Kijk, weer voor aap uitgemaakt, dames en heren. Ik blijf alleen maar voor aap uitgemaakt worden in deze video. Ja, maar kijk, je bent gewoon een aap. Het is gewoon dat zo. Is jouw mening, maar er is nog er is nog helemaal geen bewijs. Jawel. Wat voor bewijs heb jij dan? Explain to me. Gewoon hoe je... Je aapt te veel. Ik aap te veel? Maar jij doet mij naapen, dus dan zou jij... Oh. Wat? Jij doet mij na. Oké. Als ik bijvoorbeeld... als ik in mijn neus zit of zo, dan moet je ook gelijk weer in je neus zitten boren. Oké. Okay. Ja. Vind ik niet zo leuk. Oké. Okay. Nee hoor, Robby. Nee. Dat was een geintje hoor, niet dat je gelijk boos. Ik hoor het al. Oké, deze muur zit er goed op. Dan kunnen we de tweede plaatsen zo en dan plaatsen we het gewoon door. Kijk, het is een beetje jammer dat het zo'n... Het is best wel een grote muur, maar de attractie is gewoon vrij groot. Daarom oogt die ook wat groter. Zo. We hebben bijna alle muren erop gezet. Dus dat is goed nieuws. Ik moet alleen het onderkantje nog van deze rij. En dan kunnen we meer in de dark ride uit de dark ride halen. Kijk hoor. Even een beetje inzoomen. Ja, ik moet daaronder nog een laagje doen. Ik ga zo eten, jongens. We moeten opschieten. We gaan een tempootje erin maken, hè? Weet je dat een jungle thema eigenlijk heel makkelijk te maken is? Dat het eigenlijk vooral om bomen gaat, hè? Oké. Okay. Ja, het ziet er best wel leuk uit, dit, hoor. We kunnen best wel wat leuks gaan aankleden hier dadelijk. Oké, heel de muur zit erop. Dat betekent dat we gewoon... Ja, als we hierin zitten, hier, dat je al echt een heel leuke dark ride sfeer kan creëren hier binnen. De sterrenhemels gaan we iets te ver. We zouden nog een laagje erop kunnen doen om het plafond dus wat hoger te maken, uiteraard. Ik wil nou nog een beetje thematiseren, voordat ik natuurlijk de video afsluit. Nou ja, het is nog geen tijd. Maar ik kan dadelijk gaan eten, dus dan... Ja, dan ben ik helaas weer genoodzaakt om de video af te sluiten. Bamboe. We maken een paar gebouwtjes. En die maak ik expres hier bovenop. Zo. En dan gebruiken we gewoon decor. En het lijkt me leuk om dit te doen. Ik ga zo uitleggen hoe dat eruit ziet. Zo. En op die doen we een bamboevloer. Doen we erop. Zo. Maken we een deurtje. Daarachter doen we weer een hekje. En dat hekje gaat er doorheen. Mooi zo. En dit zijn gewoon enkel decorstukken. Dus wat we nou kunnen doen is we gaan dit hoger maken zo. En we bouwen daarop nog een raampje. En het belangrijkste is natuurlijk dat stomme rare dak. Dat we erop plaatsen. Even kijken of ik dat goed doe nu. Ja, zo. What's up? Happy. Kijk, en nu als je nu al kijkt, dan ziet dat er best wel grappig uit. Jammer dat je nu door die muren heen kan kijken dat je... Zo. Als het goed is, zie je nu geen zwart meer. Ja, zie je het? Tof, opgelost. Zo. En hier maken we dus allemaal decorstukjes. Nou, dat is leuk. Dat is niet zo moeilijk. Maar de rest kunnen we opschroeven. Dus we maken hier nog een huisje. Nou, wat zal ik die... En... Een oogje plaatsen nog. En dan plaatsen we nog zo'n dingetje random. En hier maken we een groot huisje. Dus dan kunnen we hier op de hoek een leuk huisje maken.
twee deur met twee raampjes zo. Het is gewoon improviseren, Robby. Okay. Het is improviseren. Gewoon doen. Motto gewoon doen. Gewoon doen. Ik vind dit zo leuk. Die hoordenwerkjes. Die hebben zo'n leuk... Het ziet er zo leuk uit. Die... daar maak ik gewoon alles van hier. Hm. Dan maak ik hier ook wat hoekwerkjes van zo. Zo. En hoe we dat bedekken, dat is met die jungle thema. Nou, dan pakken we de instant van Das Matze. Zo, dat is echt heel, ik weet niet wat dit is. Maar het is één grote boom dit. Dus die kunnen we voor de helft er op zich inzetten zo. Ja! Oké, okay, nou ik ga eten. Dat houdt één ding in. Dat we even, ik ga even knippen de video. Dus dan kunnen jullie daar gewoon weer verder kijken naar hoe ik dit verder bouw. Tot zo! Om heel de attractie een hek neergezet. Dat we een beetje een beter beeld krijgen van hoe de dark ride eruit gaat zien. Hij krijgt een heel aparte layout. Als je zo ziet. Het is geen vierkant. Hier moet de attractie dus uit gaan komen. En dan moet hij dus of buiten ineens komen. Of we moeten hem nog door een hele leuke buis laten gaan. Ik ga even kijken hoe ik dat ga oplossen. Ik ga er nog even goed over nadenken. Wat ik nu ga doen is dit een beetje versieren. Dus dat ga ik doen. We gaan de rimboehuisjes gaan we natuurlijk twee hoog maken. Dus dan maak ik hier alvast een dakje op. En het leek me ook leuk om dadelijk een... kijk, er zit nou een dak op daar. Het leek me ook leuk om een klein torentje te maken. Een klein, heel cute torentje. Want we hebben namelijk een dak. En die kunnen we namelijk wat hoger neerzetten. Nou, stel je voor, we doen hem wat hoger. Dan zet ik hem dus. Zoiets. Hij komt wel door het plafond heen nu. Want ik weet ongeveer waar we het plafond neer gaan zetten. Kijk hoor. Komt hij er nou nog doorheen? Nee, nou komt hij er niet doorheen. Dus wat we nu gaan doen is we gaan hier een dingetje van maken. Bamboepalen. Nou, hij past precies alsof ik het heb uitgemeten. Hij past precies daar op dat plekje waar ik hem wou. Dus dat is mooi. En dan kunnen we dit afschermen met bamboe. Wat ik nou ook kan doen is ook misschien wel leuk. Dat is dat dak door laten gaan naar achter. Kijk, dat doen we dus gewoon. We zoeken dat dak. Dat staat bovenop. Dat moet ik even gaan onthouden. Ik pak een dak recht. Zo. En dan zetten we die hier zo neer. Zo. En dat betekent dat we nog een klein bamboetje er nodig hebben. Dus dan pak ik de middelmatige zo. En hier ook. Kan die ook. Zo. Nou, nu heb ik als het goed is een mooi dakje gemaakt. De binnenkant... gaan we ook nog even doen met muren. Omdat je natuurlijk ook naar binnen kan kijken als je in de attractie zit. Dus dan pakken we weer binnenin zo. Hoppakee. De grond. Die kunnen we heel makkelijk doen. We kunnen gewoon plates pakken. Maar dat doen we later pas. Ik wil nog even wat omgevingen. We gaan hier nog een huisje bouwen. Een bamboehuisje. Zo. En hier plaatsen we dan nog een... boompje neer. Die komt er precies aan die zijkant. Dan wil ik hier nog twee van die raampjes. Dat vind ik wel leuk. En hier komt de ingang. En dat wordt een wat... dit wordt een grote huisje, denk ik. Nou ja, gewoon weer zo. En die heeft allemaal aan de zijkanten allemaal van die leuke, cutige dakjes. Zo, hier is nog een ander dakje zo. Er wordt een heel compleet ander huisje, zie ik nu. Zo. En het is dan leuk om... even kijken, een mooie... deze te pakken. Die Giant Fern. Die vind ik eigenlijk best wel leuk staan zo. Ja, die zouden we doen. Oké, die gaan we dadelijk... hier gaan we ook nog wat plant op doen. Want die rotsen zijn natuurlijk een soort van Afrika-rot. Dat moet een beetje op voorstellen. Dus hier gaan we allemaal rotsen plaatsen. Dat vind ik wel een leuk idee. En Robby, je bent er ook nog, of niet? Ja. Oh, je leeft nog, gelukkig. Oh. Hallo. Hallo. Wat ben je doen? Ik ben Sims aan het spelen. Sims? Ik ken dat spel ergens van. Nou. Is het wat of niet? Zeker. De ultieme challenge of niet, Sims? Hoe bedoel je? Nou ja, precies zoals ik het zeg. Is het een challenge? Ja. Is het een challenge? Nee, waarom? Oh. Oké.
Ja, nee, oké. Het heeft belangstelling, Roy. Ja, Is toch leuk. goed? Ja, is goed. Is Ja, goed. leuk. Leuk, zegt ze dan. Leuk. Nou, ik plaats hier nog een leuk torentje, want hier wou ik ook nog een klein torentje maken. En wat is het niet leuker dan hier het torentje op te doen? Zo, maak even een rond. En dan plaatsen we dat spitse dakje, plaatsen we er bovenop. Hij komt wel keihard door het plafond heen dadelijk, want het plafond gaan we een beetje verlagen. Maar dat zou op zich wel, ja, nee, dat ziet er niet uit. Dus wat ik nou doe is, we gaan hier dat torentje opmaken. Leuk. En hier doen we dat. En voor de rest doen we alleen maar deze daken. Zo. Oh, ik heb nu random ergens geplaatst, heb ik het gevoel. Zo. Kost heel veel tijd, ik weet het. Thematisering is echt ontzettend leuk om te doen. Kost heel veel tijd. Als je het eenmaal af hebt gemaakt, dan ziet het er ontzettend leuk uit. Zo. Nou, dan natuurlijk gaan we dat soort zijkantje kun je bewerken met. Hier zo, even kijken. Met een. We kunnen een beetje woestijnkleur geven zo. Misschien is dat wel aardig, dit. Ik denk dat het beter staat dan niks. Zo. Nou mensen, dit was wel weer de aflevering voor deze keer. Want het is best wel. We hebben aardig wat laten zien nu. Aardig wat gebouwd ook best wel. Want het is best wel een grote ruimte. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. En we gaan in de volgende aflevering. Ga ik verder met deze attractie. Dan gaan we buiten wat inrichten. Dus ik ga stiekem. Ga ik hier nog een beetje verder aan bouwen. En dan laat ik zien wat ik uiteindelijk heb gemaakt. Bedankt voor het meespelen, Roy. En tot de volgende aflevering. Doei doei! Doei doei!